alles wat wij elke dag doen kan of een gezondheidsbevorderend effect hebben, of het kan een ziekmakend effect hebben of neutraal zijn. En leefcellen als medicijn toepassen is dat wij in staat zijn om de keuzes te maken om de meeste gezondheidsbevorderende activiteiten elke dag te ondernemen. Drie belangrijke aanbevelingen. Oké, dat is interessant. Ja, die zitten dan toch op het gebied van die drie basispijlers. Voeding, bewegen en mentaal. En op het gebied van voeding is het, in mei 2015 heeft de World Health Organization ons burgers geadviseerd om 50-75% minder suiker te eten. Maar 80% van de voedingsmiddelen in de supermarkt zitten vol met suiker. Dus achtzaam zijn op wat je in je mond steekt en we moeten langzaam iets meer naar plantaardig. Want daar zit een gezonder lijf en een gezondere toekomst. Zeker wat wij achterlaten aan onze kinderen. De voorspelling is dat wij in 2060 op 80-90% overgewicht zitten hier in Nederland. Dus dat is bizar. En een tweede zit op het gebied van bewegen. De schijf van 3 toepassen. Elke dag gaan wandelen. En 2 keer per week sporten en 2 keer per week de spieren. Tussen ons 30ste en ons 80ste levensjaar verliezen we 50% van onze spiermassa. En alleen aan dat feit hangen zoveel chronische aandoeningen aan vast die je daarvan kan krijgen. En die rollator heb je veel eerder voor je voeten staan. Dat je door gymnastiek of door al doe je squats thuis, al doe je flink in de tuin blijven werken of calisthenics of fitness, als je die spieren maar gebruikt en voorkomt dat ze vergaan als het ware in je lijf. Dus dat is op het gebied van bewegen. En op het gebied van mentaal, we hebben allemaal van die uitspraken van dit lust ik niet en dit kan ik niet en dit is moeilijk voor mij en dit. En dat zijn eigenlijk allemaal aangeleerde patronen. De vraag die we onszelf moeten stellen is elke keer als ik zo'n argument gebruik, dient dat argument mijn gezondheid of schaadt het mijn gezondheid? Als ik zeg, ja, de sporten is toch niks voor mij. Dat vind ik niet leuk. Nou, dient dat mijn gezondheid? Nee, het schaadt mij. Want als ik het niet doe, kost me dat hart en vaat en mijn spieren. En ik kan sneller diabetes en overgewicht. Dus als we ons bij elke uitspraak die we stellen, die vraag stellen van, dient dat mij nou of schaadt dat mij? Want als het me schaadt, dan is het in 99,9 gevallen zo dat ik het aangeleerd heb gekregen. Maar het is eigenlijk helemaal niet van mij. En ik moet er alleen bewust van worden om het af te kunnen leren.